Wist jij dat ongeveer 85% van de mensen last heeft van spreekangst? En toch moeten we het heel vaak doen. Of het nou is voor collega's, of als je moet presenteren voor een nieuwe klant, of je staat misschien wel op het podium van een congres. In deze video wil ik je zes tips meegeven die jou absoluut helpen om makkelijker te presenteren en om minder last te hebben van dat vreselijke fenomeen spreekangst. Welkom bij CVD TV. Leuk dat je kijkt. Mijn naam is Ronnie Overgoor en in dagelijks leven ben ik dagvoorzitter van beroep. Dat betekent dat ik zo'n 50 tot 80 keer per jaar op de podia sta van zakelijk Nederland, van zakelijke evenementen en congressen. En daar dus ook per jaar letterlijk honderden ondernemers zie stoeien. En oh, wat is sprekersangst vaak een probleem. En de eerste tip die ik je meteen wil geven is dat wat ik het meeste zie is dat mensen proberen van die spreekangst af te komen. Hoe kom ik er nou vanaf? En dat is een verkeerd uitgangspunt. Ik heb altijd gezegd, het moment dat ik geen spanning meer heb, en angst is misschien een beetje een negatief woord, daarom noem ik het ook altijd liever excitement of spanning, opwinding. Het moment dat ik dat niet meer heb, dan stop ik met werken. Want ik heb die spanning nodig. Als je een podium opgaat... en of dat nou een vergaderkamer is om te pitchen voor nieuwe klanten... of het is een presentatie voor je team, voor je collega's... het is een, toch een vorm van optreden. En die spanning die helpt jou uh, om te leveren... om een goede prestatie te leveren. Vergelijk het maar met uh, mensen uit het theater... of uh, muzikanten of sportmensen. Die zullen altijd spanning nodig hebben... en gebruiken om juist meer te kunnen... dan dat ze zonder die spanning kunnen. Dus het begint denk ik al met het... Afstappen van het idee, ik moet van die sprekersangst af. Nee, zie het als spanning, als een stukje excitement. die ervoor zorgt dat je kunt leveren. Zie het als je maat. Het tweede, en oh wat gaat het daar vaak mis? En dat is een hele simpele tip. Dat is uh, bereid voor en oefen. En dan zeg je van ja, de open deur, maar onbekend maakt onbemind. Het moment, ik zie zoveel mensen, en dan met name in de zakelijke context, die moeten gaan presenteren. en die oefenen eigenlijk amper, die bereiden amper voor. Die Pleuren even wat slides achter elkaar in PowerPoint en duiken een podium op en die gaan dan hun verhaal doen. En dan, zijn ze, dan vinden ze het raar dat ze zenuwachtig zijn en dat ze last hebben van spanning. Dat is logisch, want je hebt geen idee wat je gaat doen en je hebt geen idee wat er gebeurt. Dus zorg ervoor dat je voorbereidt en dat je oefent, oefent. Oefen. En hoe meer je bekend raakt met je verhaal, hoe meer je eigen bent met je verhaal, hoe makkelijker het wordt om je verhaal te doen. En je zult zien dat hoe vaker je oefent en hoe beter je voorbereidt, hoe minder last je zult hebben van die negatieve angst en stress. En als het gaat om dat voorbereiden... want okay, daar zou ik al een, zeg maar een hele video van een uur over kunnen uh, maken... maar één tip, en dat is mijn derde tip die ik wil geven... is zorg dat je je verhaal structureert. Dat je het, even simpel gezegd... en er zijn van alle hand modellen voor, dat voert nu te ver... maar zorg dat je structuur aanbrengt in je verhaal. En dat kan zijn dat je een begin en een midden en een eind hebt... of dat je zegt, ik ga eerst langs dit onderwerp... dan ga ik langs dat onderwerp, dan ga ik langs dat onderwerp... en dan eindig ik met dat onderwerp... Of oftewel deel je presentatie gestructureerd in in noem het dan maar even Hoofdstukken. Dat biedt je heel veel houvast op het moment dat je gaat presenteren, dat je eigenlijk die grote taak, het geven van een presentatie, opdeelt in losse hoofdstukjes, in losse onderdelen. En dat biedt houvast voor je en zo maak je eigenlijk een grote stap een stuk kleiner en behapbaarder. Dus zorg dat je structuur aanbrengt in je verhaal en dat je hem opdeelt in wat ik maar even simpelweg hoofdstukken noem. De volgende tip die ik zelf. Elke keer toepas als ik op het podium stap, is wat ze noemen Paint the Room. En wat bedoel ik met Paint the Room? Um, heel veel mensen die stappen het podium op en die hebben een beetje het idee alsof de toehoorders, en nogmaals of dat nou een, een team is die naar je kijkt, of het is op een congres, het is een zaal met 100 mensen of met 200 mensen, of bij een klant zitten er 5 mensen naar je te kijken, dat je soms het gevoel hebt dat het je ergste vijanden zijn. Probeer van dat beeld af te komen. De toehoorders, het publiek, dat zijn je vrienden. Kijk maar eens naar jezelf. Hoe vaak zit jij niet in een zaal op een congres of je kijkt naar iemand die presenteert? Hoe vaak komt het ervan voor dat jij denkt: Oh jongen, ik hoop dat het bij jou echt heel misgaat, die presentatie? Ik hoop echt dat je op je mel gaat en dat het compleet misgaat. Niet toch? Um, je zit eerder in die zaal en als je dan al merkt dat iemand spanning heeft en last heeft van stress, dan denk je, kom op, huppakee, je kan het. Uh, dus het publiek is je maat. En wat bedoel ik met Paint the Room? Uh, dat is dat je dat kan gebruiken om positieve energie te krijgen. En dat wil zeggen dat als jij gaat presenteren, zoek dan één of twee of drie gezichten in het publiek die jij prettig vindt. Dat zijn mensen die jij er leuk uit vindt zien. Dat kunnen mensen zijn die echt een beetje aan het meeknikken zijn met jouw verhaal. Dat zijn mensen die een vriendelijke glimlach op hun gezicht hebben die heel erg aandacht met aandacht naar jou zitten te kijken. Zoek één of twee of drie van dat soort mensen uit en richt als het ware je verhaal naar hun Toe. en dat scheelt ik deed in het begin precies verkeerd om. Dan zag ik wel eens mensen in de zaal zitten en die zaten super chagrijnig te kijken en dan dacht ik dan ging ik echt vechten om hun mee te krijgen. Dat is precies wat je niet moet doen. Die mensen die moet je blokken uit je gezichtsveld. Zoek meteen zodra je begint die gezichten die jij vriendelijk en prettig vindt en richt je daar naartoe bij het geven van jouw verhaal. Nog twee tips die ik met je wil delen. En uh, de eerste is: dat is echt een belangrijke. En dat is misschien een relativeringsdingetje. Het gaat niet om jou. Heel veel mensen die last hebben van spreekangst of van spanning om een presentatie te geven, die denken alleen maar aan zichzelf. En wat als ik, en wat als ik, en wat als ik. Um, Simon Sinek, een bekende spreker, die noemt dat uh, de geversmentaliteit. En dat vind ik wel een hele goede om, uh, om over na te denken. Dat is namelijk waar het om gaat bij het geven van een presentatie, is niet: het gaat niet om jou. Het gaat. Gaat erom wat het effect is op het publiek van jouw presentatie. Dat kan zijn een klant die besluit uh, om een project met jullie te gaan doen. Dat kan zijn een team die, van collega's waarvan jij wil dat ze bijvoorbeeld een verandering gaan doormaken. Kortom, je, je hebt met je presentatie altijd een doel. Jij geeft het publiek, als het goed is, geef jij het publiek iets met jouw presentatie wat hun verder helpt. Wat hun gedrag verandert, wat ze iets nieuws, wat ze nieuwe inzichten geeft, whatever concentreer je dat daarop. Dus wat is het beoogd effect van jouw presentatie op je publiek? Dat trekt de aandacht een beetje weg van jezelf. Want nogmaals, jij bent enkel de boodschapper. Dus als jij, en dat is denk ik wel de belangrijkste tip die ik vaak meegeef, als jij gewoon zorgt dat je jezelf bent, en jij staat achter je verhaal, en je hebt het goed voorbereid, en je weet dat het een goed verhaal is wat nuttig is voor jouw publiek, dan concentreer je je daarop en op het zo goed mogelijk brengen van dat. En als laatste een tip, dat is toch eh, misschien een jeukwoord, maar een stukje mindset. Wij zijn heel erg goed in het onszelf neerhalen. Wie ben ik nou om zo'n verhaal te doen? En ik ben toch totaal niet boeiend. Als je dat maar vaak genoeg zegt en je voegt er nog aan toe, oh en ik vind het zo eng, oh en ik heb zo'n last van spreekangst, oh en ik word zo gestrest. Nou zeg het vooral nog tien keer en het wordt alleen maar groter. Probeer jezelf nou eens positief toe te spreken. Probeer nou eens met jezelf te zeggen en ervaring bewijst het dan ook uiteindelijk, oftewel ga het vaak doen. Maar probeer jezelf nou eens gewoon te zeggen, joh, ik kan dit. Ik heb het goed voorbereid. Ik heb een goed verhaal. Ik mag er zijn en ik ga gewoon dit verhaal goed brengen. En hoe vaker je dat naar jezelf toe zegt, zeker vlak van tevoren, dat helpt je gewoon. De manier waarop jij naar jezelf kijkt en naar je eigen presentatie bepaalt, heeft enorm veel invloed op de mate van negatieve. Stress en spanning op het doen van een presentatie, ja. En tot slot, het allerlaatste, niet zozeer een tip, maar wat ik je wil meegeven: het kan zijn dat jij zit te kijken en dat je zegt, Ja, Ronnie, ik vind tips super tof en die zouden me verder kunnen helpen, maar het is bij mij echt veel erger. Ik lig er wakker van, ik moet kotsen, ik heb stress, ik krijg rode pukkels, ik kan geen adem meer halen en het zweet klotst aan alle kanten het podium op als het dermate extreem is. Dan zit er waarschijnlijk wat meer achter. Dan heeft het misschien wel te maken met hele vervelende ervaringen uit het verleden of whatever. Als, als dat het geval is, als er echt sprake is van spreekangst, zoek dan op een andere manier hulp en ga dan met iemand praten om te kijken wat daar nou echt de oorzaak van is. Nou. Ik hoop eh, dat dat laatste in ieder geval niet bij jou aan de orde is. En ik hoop dat het vooral een, te maken heeft met een stukje stress eh, en, en spanning voor het geven van presentaties. En ik hoop dat deze video jou in ieder geval een paar handvatten heeft gegeven om anders naar dat fenomeen te kijken. En ik wens je vooral heel veel plezier met het geven van jouw presentatie. Nou, en mocht je nou zeggen van, hé, hey, ik wil eigenlijk wel meer tips en tricks van jou als het gaat om het geven van presentaties. Ik heb een complete online masterclass gemaakt. En in de uh, beschrijving onder deze video vind je een link naar die masterclass. Daar staat meer dan vier uur aan materiaal, meer dan 70 videoclips, een aantal interviews die ik doe met experts. Een complete online masterclass die je geheel in je eigen tijd uh, kan gaan volgen. Dus als je meer wil van dit soort video's, uh, check de beschrijving en de link naar de online masterclass. Voor nu, dankjewel voor het kijken. I